ons samengesteld, de poëzie Schuckelen is samengesteld. Ja, precies. En, ja. Er is al heel veel gebeurd wat dat betreft. Dus, ja. Misschien duurt het nog 20 jaar dat je een deel 2 schrijft. Het zou nog kunnen. Ja. Maar tussentijds zal er veel gaan verschijnen. Ja. 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 Maar laat je dit dan aan iemand lezen die jou moet activeren om dit te gaan schrijven? Nee, mijn redacteur bij de Arbeiderspers, Peter Nijssen, die heb ik destijds, toen ik volgens mij met dat Ina Damman-achtige verhaal bezig was, dat laten lezen. Die was zo'n heel enthousiast en die wilde heel graag dat ik dat ging afmaken en daar echt een boek van ging maken. En dat is wat goede aan een redacteur, die kan ook een hele enthousiasmerende functie hebben en een stimulerende functie. En je, waar je zelf dan misschien denkt van, nou ja, is dat nou wel de moeite waard? Is dat nou wel goed genoeg? Als je dan met je redacteur hoort en zegt, ja, je moet het afmaken, het is echt heel goed, dan ga je toch weer aan het werk. Ja, En hij heeft dus in het wordingsproces een aantal keren hoofdstukken gelezen. Ja. Verder eigenlijk niemand. Nee. Nee. En hoe lang is dat wordingsproces dan, hoe lang heeft dat al geduurd? Ja, ik denk dat we de laatste jaren, misschien de laatste 4 jaar ongeveer bezig zijn geweest hiermee. Het is natuurlijk niet een heel dik boek, dus als je zegt ik ben 4 jaar fulltime mee bezig. Nee. Maar aan de andere kant, het is wel een boek waarin ik heel veel heb gecomprimeerd. En om dingen zo gecomprimeerd mogelijk te schrijven, daar gaat toch ook heel veel werk in zitten. Je kunt een Eiffeltoren bouwen en een heel klein torentje, maar als je nou enorm in de details losgaat op een hele kleine torentje, ben je daar ook weer hebben. Ja. Nee, daar heb je gelijk. Tijd mee zoet. We heten niet allemaal Peter Buwal, dat die gelijk een dikke pil schrijven. Nee, precies, maar er ook 4 jaar dag in dag uit mee bezig geweest. En jij hebt natuurlijk wat heel veel andere. Hij is één keer is Buwal naar buiten gegaan ongeveer om een afspraak te hebben met iemand. Dat was met mij, toen is hij samen bij mij thuis. En toen, toen kwam hij weer thuis en toen stuurde hij een sms van ik heb toch spijt dat ik nu bij jou gitaar heb gespeeld, toen heb ik een hele dag schrijven gemist. Desalniettemin heeft hij een quote voor jouw boek geschreven, een roman als tijdmachine. Ja. En die nog net tijd vrij maken. Ja, precies. Ja. Nou ja, misschien wel goed dat het boek niet te dik was, anders had hij daar een heel ander verhaal van gemaakt. Ja. Hij heeft gezegd, ik heb nu 2 dagen verloren aan het lezen van jouw boek. Verdorie nog een keer. Vertel even kort waar het. De hoofdpersoon van het boek, Felix Swammerdam, die woont dus in Schalkwijk, is dat en raakt bevriend met David Bergman. En dat is een beetje een jongen die los is en heel erg zijn eigen gang gaat. En die bombardeert de hoofdpersoon tot de manager van hem, van de band. Ja. En die jongen die gaat dat doen, is een beetje bleu. Hij weet ook helemaal niet hoe dat moet. Weet hoe het doet, maar hij zegt toch ja. Ja. En waarom zegt hij ja? Hij zegt ja omdat hij graag bij die David wil horen. Hij vindt dat een imponerende persoonlijkheid. En hij heeft zelf eigenlijk helemaal geen vrienden. Het is eigenlijk een hele typische puber. In die zin dat hij echt volkomen geen enkel idee heeft wie die is. Dus wat hij nou moet worden of wat hij nou precies voorstelt in de wereld. En hij kijkt dus naar andere mensen om zich aan te spiegelen. En dit is iemand waarvan je denkt, dit is een stoere, mysterieuze jongen. En het is ook een beetje om te ontsnappen aan de thuissituatie, waar je hebt ook een wat strenge stiefvader die voortdurend al aan doemverhalen vertelt over de ondergang van de wereld. Ja. En dan denk je van nou, ik ga lekker naar feestjes toe en naar beentjes kijken. En dat is een soort, nou ja, daar heeft hij uiteindelijk ook de leeftijd voor om dat te gaan doen. Ja, absoluut. Een puber, een begin puberende of een rijp puberende jongen, dat is niet helemaal. Ja, hij volgt hem een beetje van halfrijp tot volrijp. Ja, precies. Maar in ieder geval iemand die zich wel ontworstelt en nog volwassen aan het worden is. Ja, daar gaat het echt om. Ja, dat is echt een Bildungsroman. Ja. Nou ja, wat dat betreft. Is het natuurlijk, mag je Vestdijk ook noemen. En het zijn natuurlijk allemaal romans waarin de worsteling van een opgroeiend individu. Er zijn er heel veel van dat soort boeken, inderdaad. Ja, precies. Ja.